U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vanochtend begonnen we lokaal met lichte vorst. En dat resulteerde in prachtige ijsbloemen op sommige autoruiden. Het duurde ook dus even voordat je kon wegrijden, omdat er uit de eerst ijs vrijgemaakt moest worden. In de loop van de dag zagen we de bewolking van het westen uit toenemen en uit die wolken viel ook af en toe wat lichte regen. Voor het weer wat er aankomt, moeten we naar het westen kijken en daar liggen opnieuw brede opklaringen voor ons klaar. Maar goed, daarachter zitten ook weer wolken. Het is een komen en gaan van storingen. Het is de komende dagen gewoon wisselvallig. We zien het vanavond droog worden. Dan klaart het op, gaat het ook flink afkoelen. En dan zien we morgen in de loop van de ochtend de bewolking toenemen. En vooral in de middag gaat het van het westen uit regenen. Die neerslag trekt in de nacht naar vrijdag over het land. Waarna het vrijdag voorzichtig weer begint op te klaren. In elk geval droog is. En ook zaterdagochtend hebben we nog een tijdje droog weer. Maar we zien wel opnieuw een front aankomen. En dat front dat ligt uh, zaterdag boven Engeland en komt dan geleidelijk aan onze kant op. Nou, zover is het nog lang niet. We hebben eerst een avond te gaan met hier en daar nog wat gespetter. Maar geleidelijk aan ook steeds meer opklaringen. En die opklaringen winnen in de nacht toch wel terrein. Laat in de nacht in het westen wat toenemende bewolking. Dan is het inmiddels afgekoeld naar min 1 in het oosten en plus 2 of plus 3 in het westen. Misschien dat er lokaal wat gladheid ontstaat. Met name in het midden en oosten van het land. De bewolking neemt morgen overdag verder toe van het westen uit. In de ochtend valt er in het westen al wat lichte regen. Dan is het in het oosten nog droog. Maar in de loop van de middag gaat het ook daar regenen. 6 of 7 graden en een stevige wind langs de kust. Daar waait het krachtig met windkracht 6. Dan is vrijdag een grotendeels droge dag. De laatste regen verlaat snel in de ochtend het land. En daarna schijnt de zon steeds vaker, wordt het 7 graden. In de loop van zaterdag neemt de kans op neerslag van het westen uit weer toe, een graad of 8. En zondag zien we in eerste instantie veel wolken en wat regen. Later begint het weer wat op te klaren. En zondag kan het lokaal zelfs 9 graden worden. Die temperatuurverdeling de dagen daarna ziet er als volgt uit: langzaam maar zeker weer iets meer verschillen tussen dag en nacht. Dat betekent dat de opklaringen dus terrein winnen. En vooral na midden volgende week zie je die verschillen echt oplopen. En dat betekent dat het dan een stabielere periode gaat worden: droog weer en vaker zonneschijn. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.